Ha, lieve kinderen, daar zijn we weer met het Sinterklaas nieuws Leiden. Vandaag gaan we dan eindelijk zien welke verrassing Sinterklaas alsmaar in petto had voor burgemeester Van der Werf en Emel. Maar dat komt straks. Eerst gaan we namelijk naar de inpakkamer. Het is toch te hopen dat die pieten inmiddels klaar zijn met het inpakken van al die cadeautjes. Ik heb hier een pakje van Nomi Jansson. En ik hier van Suus Krama en haar broertje Tim. Maar hoeveel pakjes moeten we dan nu nog? Vier. Nee, Jack Peach. Want ik heb hier nummertje 3 en die is voor Audriana Chong. Ja, en ik heb er eigenlijk nog 2 hierna, want dit pakje is voor Finn Arnolds. Oh, nou, dan heeft denk ik Huispiet het allerlaatste pakje. Ja, kijk, de laatste. Yes! Hoppa! Hoi! Hop hop! Ja. Oei, dan ga ik gelijk lekker naar mijn... De bank. En ik ga lekker naar mijn bed. Toedeledo. En ik ga het lekker... Lekker mee! Ik ga hem even op. Hoera, het is gelukt! Alle pakjes zijn op tijd ingepakt voor pakjesavond. Hebben jullie ook zo'n zin in het heerlijk avondje? Dan gaan we nu door naar de werkkamer van Sinterklaas. Want daar staan Piet, Naald en Draad klaar met hun creatie voor burgemeester Van der Werf en Emel. Binnen. Ach, burgemeester Van der Werf en Emel, kom bij ons staan. Kom bij ons staan. Vandaag is een heel bijzondere dag. Ja, Sint, een hele bijzondere dag. Ja, we hebben heel hard gewerkt om iets geweldigs te maken voor burgemeester Van der Werf en Emel. Dat is zeker te zien. En volgens ons is het aardig gelukt. Ik ben me toch een partij zenuwachtig. Ik ben zo benieuwd wat jullie voor ons hebben gemaakt. Jullie ogen dicht. En doe nu jullie ogen maar open. Oh, wat een prachtige koning. Jij hebt er ook een, Emel. Wauw. Fantastisch mooi, zeg. Sint, ik voel me nu net een koningin. En u, burgemeester Van der Werf, lijkt wel een echte koning. Nou, kijk eens aan. Dat klopt ook wel een beetje, hè. In onze afwezigheid gaan jullie voor het kasteel zorgen. En dan zijn jullie een beetje de koning en de koningin van het kasteel. Wauw, wat gaaf zeg. Ja, ik moet een beetje toegeven dat ik wel wat jaloers was op burgemeester Van der Werf. Want ik had zo graag uw buurvrouw willen zijn. Nou, Emel. Als we nu samen voor dit kasteel gaan zorgen, dan ben je ook... Een beetje samen de buurvrouw-buurman van Sinterklaas, hè? Meent u dat echt, ja, burgemeester Van der Werf? Natuurlijk. Ach, eigenlijk bent u helemaal niet zo'n man van steen. Ach, dat heb ik zo vaak gehoord. Dat is heel normaal eigenlijk. En op 3 oktober kom ik van dat ijzeren ding af, dus dan leef ik toch weer een beetje. Het spijt me dat ik een beetje lelijk tegen u heb gedaan, burgemeester Van der Werf. Ach, lieverd, dat is helemaal niet nodig. Het komt helemaal goed. En samen gaan wij voor dit kasteel zorgen, op weg. Nou, volgend jaar 5 december. Nou, zo zien jullie maar. Uiteindelijk komt alles weer goed. Zeker. Dankzij de kroontjes, Sint. Dankzij Piet Naald en Draad. Heel goed. Graag gedaan, Sint. Wauw, een echte koning en koningin in het kasteel van Sinterklaas. Wat fijn dat burgemeester Van der Werf en Emel volgend jaar samen op het kasteel mogen passen. Oh, ik hoor dat we terug gaan naar het kasteel. Want de Pieten en Sinterklaas die verzamelen in de hal om nu de daken op te gaan. Ahem, ahem, Pieten! Dankjewel, muziek Piet. Nou het toch zo lekker stil is. Sinterklaas, kan ik niet een van mijn... Nee, nu eigenlijk niet, muziek Piet. Nee. Nee, ik heb jullie eigenlijk wat. Doe maar niet.
Wat is het toch weer fijn om in Leiden te zijn. En dankzij jullie harde werken hebben we alles voor elkaar voor pakjesavond. Ja, zeker Sinterklaas. Het is allemaal gelukt, toch? Check me. Yes! Want het is check, check, dubbel, check! Goed zo. En daarom heb ik nog een verrassing voor jullie. We gaan vanavond nog één keer het dak op. Ja, mogen we een zak pakken? Ja, ja, we gaan allemaal een zak. Ja. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, de jongens, jongens, is zo'n baas. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, blijf van Sint. De hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, de jongens, jongens. Nou, dag lieve kindertjes. Tot volgend jaar. Dag Anneleen. Tot ziens. Het is nu al een feestje bij de Pieten. Dit was hem. Dit was het Sinterklaasnieuws Leiden van 2021. En zondag, dan zie je hier bij Sleutelstad het grote 5 decemberfeest met Piet Martino, met Magic Piet, met Muziek Piet, met Hoofd Piet en nog veel meer Pieten. Superleuk om dan te kijken met z'n allen. Ik wens jullie alvast een hele fijne pakjesavond en hopelijk zien we elkaar weer volgend jaar.